Dit is Toogpraat met Tom van Grieken. Een unieke politiek incorrecte podcast. Geen taboes, geen woke onzin. Gewoon een gesprek. Opgelet, sommige meningen kunnen kwetsen en dat is niet ons probleem. Welkom bij de eerste uitzending van Toogpraat. Een politiek incorrecte podcast. Zonder taboes, zonder politiek correctheid, zonder een woke filter. Een eerlijk gesprek met wel een politieke tegenstander. Leven de polarisatie en leven het vrije woord. En mijn eerste gast, en ik ben er eigenlijk best trots op, is iemand die nog leider is geweest van de Arabisch-Europese Liga en Movement X. Hij is nog lijsttrekker geweest van Resist en B1. Hij vond ooit dat Belgen die de multiculturele samenleving niet leuk vinden, maar best zelf verhuizen en dat Arabisch de vierde taal van België mocht worden. Hij vindt Tom van Grieken nog erger dan Flip de Winter. En hij zette als volksvijand nummer 1 ooit de straat waar ik ben geboren en opgegroeid, de Canotstraat en de Turnhoutse Baan in Antwerpen, op stelte. Mijn eerste gast heeft eigenlijk geen inleiding nodig. Mijn eerste gast is niemand minder dan Diab Abou Jaja. Welkom, meneer Abou Jaja. U ziet, Vlaams Belang gaat geen enkel gesprek uit de weg. Maar voor we de politiek induiken en denk dat we wel wat dingen te bespreken hebben, heb ik één standaardvraag. We zitten hier toch in mijn klein cafeetje Toogpraat. Wat is uw favoriete drank en mag ik u die aanbieden? Jazeker. In de avond is het whisky. Whisky, ja. Whisky. Dus, en ik heb hier een staan. On the rocks. On the rocks. Ja. Je hebt een single, je hebt een blend gekozen, geen single malt. En on the rocks. Ja. Sommige whisky-liefhebbers vinden dat een beetje vloeken in de whiskykerk. Dat begrijp ik. Ik ben niet echt een echte liefhebber of een specialist, maar ja, ik vind dat echt... Gewoon s'avonds een whisky. Ja, dat leuk af en toe. Ja, voilà. Okay, goed. Goed, dan misschien wat van tel is voor de luisteraars, is de structuur van onze podcast Toogpraat. Het heeft altijd hetzelfde stramien. De eerste ronde is wat zal het zijn? Dan heeft de gast een vraag voor mij. Ronde 2 is pak er een van mij. Dan heb ik uiteraard ook een vraag voor de politieke gast. En de derde ronde is wie gaat eigenlijk de rekening betalen? Wat is de grootste uitdaging van de komende generaties? En last but not least sluiten we af. Dan mag de gast aan de bel trekken. Dan is het tournee-generaal. En dan heb ik enkele pittige stellingen voor de gast. Dus als jij er klaar voor bent, dan beginnen we eraan. Ronde 1. Ronde 1. Wat zal het zijn? De gast legt Tom een vraag voor. Meneer Abou Jaja, ja. Welke vraag hebt u voor mij? Ik heb veel vragen eigenlijk, hè, dus het zal niet gemakkelijk kiezen zijn, maar ik zal toch beginnen. Of zeg maar, de belangrijkste vraag dat ik heb, is een vraag dat ik ook denk ik met veel mensen die op mij lijken deel. En dat is, stel je voor, jullie winnen de verkiezingen in 2024. Jullie worden de grootste partij. Cordon is gebroken. En jullie gaan het beleid bepalen in Vlaanderen. En stel je voor dat Vlaanderen onafhankelijk wordt. Met jullie, samen met een andere partner. Klinkt allemaal wel goed, wat je zegt. Ik weet dat je dat goed zou vinden. Maar goed, stel je dat allemaal voor. Wat gaat gebeuren met mensen met migratieroutes, mensen die eerste of tweede of derde generatie migranten zijn in Vlaanderen? Wat kunnen ze verwachten? Kun je nog spreken van burgerschap? Zijn ze burgers? Of is de gevreesde scenario bij veel allochtonen een realistisch scenario dat in zo'n geval dat zij terug naar hun eigen land moeten, zoals dat het Vlaams Blok in het verleden ook vaak als slogan heeft gebruikt. Of nog misschien erger. Wat zal het worden? Ja, het standpunt van het Vlaams Belang is eigenlijk in deze vrij klaar en duidelijk. Wij willen de migratie stoppen. Wij denken dat de migratie voldoende is. We zien onze grote steden een verzadigingspunt komen. Dus die Europese buitengrenzen moeten toe. We moeten onze binnengrenzen controleren. En mensen die niet horen te zijn, moeten we illegaal en zo terugsturen. Maar met de mensen die hier zijn, en of we dat nu leuk vinden of niet, daar gaan we het Vlaanderen van morgen mee moeten bouwen. Maar met drie categorieën mensen doen we het niet van de nieuwkomers. We doen het niet met mensen die er alleen maar zijn om te profiteren van onze sociale zekerheid. Die mogen nog steeds vertrekken. Mensen die er alleen maar zijn, nieuwkomers, om criminele feiten te plegen, om bommetjes te overvallen of in te breken, die horen hier niet te zijn, die mogen vertrekken. En als je hier alleen maar bent om een radicale vorm van de islam aan te hangen, vindt dat de radicale islam of de islam hoger staat dan onze democratie, als je vindt dat vrouwen minder waardig zijn dan mannen, homoseksuelen maar van gebouwen gegooid kunnen worden, wel, dan mocht je ook vertrekken en dan zullen we helpen hun valiesje te pakken. Want met die mensen
kunnen we het Vlaanderen van morgen niet bouwen. Maar als je over nieuwkomers spreekt, dan bedoel je mensen die nog niet de Belgische nationaliteit hebben, dus mensen die gewoon een verblijfsvergunning hebben, of heb je het ook over mensen die de nationaliteit al dragen van België? Wel, en ook eventueel mensen die hier geboren zijn. Dus... De absolute voorwaarde is eerst dat die grenzen op slot moeten, dat we de migratiestroom kunnen beperken. Geen nieuwkomers. We importeren massaal armoede en we hebben al zoveel culturele problemen, dus ik denk dat we een de facto stop naartoe moeten. Natuurlijk, mensen die al de nationaliteit hebben, is het een groter probleem. Maar wij vinden nog altijd dat de nationaliteit een gunst is. En wij zijn van oordeel, als je dan bijvoorbeeld criminele feiten pleegt of terreuraanslagen pleegt, ja, dan vind ik wel dat de nationaliteit afgenomen wordt. Maar dat is al zo. Hè? Dus nu, mensen die een terroristische aanslag plegen, kunnen eventueel, als ze een tweede nationaliteit hebben... Maar er is wel een procedure aangespannen tegen Fouad Belkacem bijvoorbeeld. Ja. Dus dat is al... Maar dus, ik denk niet dat veel mensen... In Vlaanderen vandaag zich veel zorgen maken over of ze een aanslag gaan plegen, gaat Frans Bok ons of Frans Belang ons deporteren. Ik denk niet dat die mensen daar mee bezig zijn. De mensen die zich zorgen maken zijn gewoon burgers die gewoon hun normale leven willen leiden. Dus, maar met het gaat over die categorie. Dus, maar we draaien het eigenlijk om. Wij zeggen, waar ligt uw toekomst? Het concept van dubbele nationaliteit is iets waar wij absoluut ons tegen verzetten. Het concept van dubbele nationaliteit, als je een dubbele nationaliteit behoudt, geeft je eigenlijk aan dat uw toekomst niet hier ligt. Hè? Dus we zouden beginnen met die dubbele nationaliteit af te schaffen. We gaan mensen voor de keuze plaatsen. Waar ligt uw toekomst? Ligt dat hier in Vlaanderen en wilt hier samen het beste van maken? Dan kunnen we wel eens klappen. Maar blijft je met één been nog bijvoorbeeld in Turkije zitten en Erdogan steunen? Ja, dan is het wel een pak moeilijker natuurlijk. Dus we moeten eerst van die dubbele nationaliteit vanaf. Laat al die nieuwkomers of de mensen die de Belgische nationaliteit hebben, maar eens kleur bekeren. Oké, ik wil gewoon terug. Dat is ook... Ik vind dat niet zo straf, in die zin van... Op politiek landschap is dat heel straf. Maar in Duitsland bijvoorbeeld is dat bijna standaard. Dus dat is eigenlijk, je moet, als je genaturaliseerd wordt, dan moet je nationaliteit binnengeven. Maar wat ik wil zeggen, wat ik wel, waar de zorgen zijn... Opnieuw, stel je voor, jullie schaffen dat af, oké? Ik wil daar geen debat over voeren of dat goed is of slecht is, maar goed. Jullie schaffen dat af. Maar dat is goed, hè. Je blijft toch met die burgers, stel je voor, die kiezen voor één nationaliteit. Mogen die mensen genieten van de burgervrijheden, van de vrijheden die een democratie geeft aan mensen. Bijvoorbeeld dat zij een andere mening mogen hebben. Dat zij bijvoorbeeld niet Vlaams nationalistisch zijn. Dat zij religieus zijn, moslim zijn, enzovoort. Dat zijn echt de vragen. Eens je de derde generatie bent, je bent hier geboren en je hebt alleen maar de Belgische nationaliteit, dan doet het er zelfs niet toe wat Tom van Grieken erover denkt, of ze nu leuk vinden of niet. Ze hebben dezelfde burgerrechten, daar kunnen we niet omheen. En dat moeten we ook respecteren. Op het moment dat je dat niet meer respecteert, ja, dan haalt heel je democratisch bestel onderuit. Dus ja, we moeten er ook realistisch in zijn. Het Vlaanderen van de jaren 60 komt nooit meer terug. Het zal nu anders zijn en daar moeten we het beste mee maken. Maar tegelijkertijd vind ik wel dat wij als Vlaams Belang... men heeft altijd de mond vol al die andere partijen over inburgering. En dat is belangrijk voor de mensen die er iets willen van maken. Maar er zijn ook sommige mensen die de Belgische nationaliteit hebben en zeggen, ik hoef dit Vlaanderen niet, ik voel me niet verwend, ik hoef niet in scheiding van kerk en staat. Wel, het Vlaams Belang is dan voorstander van om werk te maken van uitburgering. Als je het hier niet leuk vindt, ja, dan kun je ook gewoon emigreren. En kun je misschien daar een nationaliteit aanvragen. Natuurlijk, dus bijvoorbeeld Marokkanen van de derde generatie, en voor alle duidelijkheid... ik ben genuanceerd erin. Voor Marokkanen bijvoorbeeld van de derde generatie, die voelen zich niet thuis hier in België, maar voelen zich ook al niet meer thuis in een land van herkomst. Want daar zijn het de nep-Marokkanen als ze daar op vakantie al gaan. Wel, aan die mensen stellen we duidelijk voor de keuze, waar ligt uw toekomst? Ligt het hier? Maar meneer Van Grieken, je kunt niet de gevoelens van mensen gaan controleren. Het gaat hier over gevoelens. Dus ik begrijp de finaliteit van wat je zegt. Hè. Men wil een maatschappij bouwen die werkbaar is. Hè. Waar dat je inderdaad een toekomst kunt bouwen. En ik begrijp dat sommige houdingen of attitudes negatief kunnen zijn. Maar het is onmogelijk om te gaan bepalen hoe dat mensen zich gaan voelen. Sommige mensen die zijn autochton. Die kunnen zich ook op die manier voelen in Vlaanderen. En je kunt die moeilijk ergens anders naartoe sturen. Dus dat is eigenlijk, weet je wat, dat domein waar dat zorgen worden gemaakt. In de zin van, ik heb het niet over terroristen, ik heb het niet over criminelen, ik heb het niet over... Profiteurs. Ik heb het hier over gewone burgers, maar dan die hun vrijheden willen gebruiken. Dus hun vrijheid ook om anders te denken en anders te voelen dan u. Maar men mag iets anders denken, maar wij vinden als ontvangende samenleving, als autochtonen, toch wel het heel opmerkelijk dat mensen speciaal naar hier komen
omdat het hier beter is, een betere toekomst hebben. Maar als je dan niks wilt van die betere samenleving wilt aanvaarden, dan is dat toch een probleem of je de nationaliteit hebt of niet. Maar vergeet die categorie nieuwkomers. Ik wil het hebben over mensen die hier geboren en getogen zijn. Vergeet mensen zoals mij. Ik ben hier een nieuwkomer. Ik was al 19. Mijn identiteit is afgebakend. Dat was duidelijk. Ik ben niet Belg. Ik ben niet Vlaming. En dan natuurlijk, na 30 jaar, krijg je wel affiniteit met een nieuw land. Dat is ook normaal. Maar goed, vergeet mensen zoals mij. Ik wil praten over mijn kinderen. Ja. Mijn kinderen zijn hier geboren. En als ik die bezorgdheid naar jou of naar u geef of die vraag stel, ik vertrek vooral vanuit mijn vader zijn en ik probeer een beetje ook in de hoofden van veel andere vaders en moeders in Vlaanderen te komen die zorgen maken over hun kinderen en de kinderen, de mensen die hier geboren zijn, voor wie... Ik zal voor altijd iemand met roots in Libanon zijn, waar dat mijn identiteit vooral daar wortels heeft. Maar mijn kinderen hebben wel wortels hier. En ik merk dat als ik met hun praat. Als vader probeer je natuurlijk een beetje dat gevoel te geven over je land van herkomst. Maar je ziet, dat is niet realistisch. Ze voelen zich echt van hier. Wat ga je met hun doen? Maar dus, we dragen de vraag ook gewoon weg om. Het is niet Toon van Griek die met een platje papier en een enquête gaat zeggen, zijt jij Vlaming of zijt je het niet? Laat ze dat maar eens zelf beantwoorden. En ik kan me natuurlijk niet uitspreken over uw dochters. Maar ik weet bijvoorbeeld heel vaak in wijken zoals Borgerhout en zo, dat derde generatie allochtonen zeggen, ik ben Marokkaan. Ook al zijn ze al 3 generaties hier. Ja, dan zeggen wij, ja, als je dan Marokkaan bent, weet je waar je de volle Marokkaan kunt zijn? In Marokko natuurlijk. Dus het maar dat kunt u zeggen. Maar als beleid maken, wat gaat u daarmee doen? Aan toe doen? Twee, als zij de nationaliteit hebben, en of je dat nu leuk vindt of niet, hebben zij dezelfde burgerrechten als wij. Zij kunnen ook naar de rechtbank stappen. Als ze enkel de Belgische nationaliteit hebben, hebben zij ook even goed stemrecht. Dus die dingen, daar gaan we niet rond. Dat kunnen we ook niet, want het zou een beetje hypocriet zijn als wij zouden zeggen, we pleiten voor de scheiding van kerk en staat en onze waarden en normen. Ja, dan zit je met dat burgerschap dat je moet aanvaarden. Een extra probleem in Vlaanderen, maar dat weet je, is dat in Vlaanderen identiteit en nationaliteit niet samenvalt. In een normaal land valt identiteit het Vlaming zijn, samen met een Vlaamse nationaliteit, uw kaartje, uw papier dat je krijgt. Dus dat is een extra dimensie. Maar om uw vraag toch heel concreet te antwoorden, mensen die onze nationaliteit hebben, hebben dezelfde rechten op individuele basis als autochtonen hier. Als collectieve basis, daar verschil ik misschien van mening. Ik ben wel van oordeel, op individuele basis zullen wij dezelfde rechten hebben. Ik weet dat niet. Heb je eigenlijk de Belgische nationaliteit? Ja, de dubbele nationaliteit. Dus op individuele basis hebben wij dezelfde nationaliteit, maar als collectief, als autochtone Vlamingen die hier generaties lang wonen, vind ik als groep dat onze eisenpakket of onze dingen die wij willen basen in eigen land, vind ik dat wel hoger dan de eisen van nieuwkomers op collectief niveau, niet op individueel niveau. Onze stichter Karel Dille zei ooit, Vlaanderen is een land van belforten en kathedralen, niet van minaretten en moskeeën. En dat moet nog 1000 jaar zo blijven. En ik vond dat hij er gelijk in heeft. Nu, u gaat misschien verschieten, maar ik heb daar met dat laatste heb ik niet veel, geen problemen. Integendeel, ik heb zelfs daarover ook geschreven, wat ik noemde native claim. En inderdaad, burgerrechten, ik geloof ook dat in een democratie, alle burgers individueel zijn gelijk. Je kan geen verschillen maken op basis van cultuur, op basis van religie, op basis van... De enige verschillen zijn op basis van wettelijke kaders. Mensen die de wet overtreden en niet of weten, daar zijn verschillen. Een overheid moet kleurenblind zijn. Je bent burger of zeg het niet, ja, dat is het onderscheid. Maar ook dat is ook waarom... Dat is de bescherming dat niet alleen dat nieuwkomers of migranten of hun kinderen genieten, maar ook dissidenten. En dat is ook de bescherming dat een partij zoals uw partij normaal gezien van moet genieten. Dus het feit dat die... Het is iets moeilijker. We zijn nog niet in Poetin van Rusland, maar het is soms iets moeilijker. Maar het lukt toch behoorlijk. Ja. Maar nu als we komen naar de raad, ik maak duidelijk ook een verschil tussen individuele en collectieve rechten. Collectieve rechten zijn symbolische rechten. Zijn rechten die te maken hebben met taal, te maken hebben met bepaalde culturele aspecten enzovoort. Een kruisje in rechtbanken of zo, dat is zeer logisch hier in onze contrij, want ons rechtssysteem is gebaseerd, één op het Romaanse recht, maar anderzijds ook op christelijke waarden en normen. Dat stoort mij helemaal niet. Ja. En ik denk dat ook, Volfe, dat gaat u misschien verrassen, maar ik denk
veel mensen met migratieroutes hier, veel moslims, hebben daar ook helemaal geen probleem mee. Ik denk vooral de grootste zorgen, en waar dat mensen nog altijd wantrouwig zijn tegenover uw partij, is juist die individuele rechten. Gaan wij boeten op onze individuele rechten? Gaat misschien... En hier heb ik het niet over een Vlaams Belang als een oppositiepartij. Hier heb ik het over een visa als beleidsmaker. Ja. En gaan jullie dan creatief om met de wet... dat kan ook soms. We zullen wel creatief proberen om te gaan met de wet, maar het principe is wel, burgerschap is burgerschap. Wij leggen inderdaad de lat heel hoog voor nieuwkomers, hoger dan een andere partij. Maar eens je bij de club bent, zijn er bij de club. En dan, ik vind dat een overheid kleurenblind moet zijn. Men moet oordelen, men is burger of niet. Dat is het onderscheid dat men kan maken. En daarmee verzet ik me ook zo hard tegen het multiculturalisme, de multiculturele ideologie. Want dat is eigenlijk een racistische ideologie. Hè. Mensen die blijven links, die de multiculturele samenleving aanhangen, blijven mensen telkens maar herleiden tot hun afkomst en hun huidskleur. En dat is haaks op alles wat burgerschap is. Ik heb absoluut een probleem met multiculturalisme als ideologie, maar ik heb geen probleem met multiculturaliteit als een deel van de realiteit. Dat is denk ik een nuance. En ik begrijp, mensen zeggen van, er is multiculturalisme als een soort ideologie dat wordt verkocht. En daar zijn er veel problemen. Mee. We leven in een maatschappij waar dan meerdere culturen aanwezig zijn. En daarom juist is het nuttig om inderdaad die scheiding te maken tussen individuele en collectieve rechten. Want daarmee vind je een manier om dat toch te organiseren op een eerlijke manier ook naar wat ik beschouw, zo onder dat native claim, als zo historische rechten van bepaalde gemeenschappen. Dus alle individuen zijn gelijk, maar niet alle gemeenschappen zijn gelijk. Maar ik mag aanvullen, want ik ben het eigenlijk 200% eens met u. Het concept, ik geloof niet dat er een multiculturele samenleving bestaat. Dat kan werken, een multiculturele samenleving. Maatschappijen waar een multiculturele samenleving is, dat leidt altijd tot conflict, dat is multiconflict. Kijk naar de Balkan, kijk naar het Midden-Oosten. Ik geloof dus dat er wel een multi-etnische samenleving kan zijn, maar er moet een dominante light-cultuur zijn. En die is in Vlaanderen een dominante Europese light-cultuur. Dus, maar ik denk dat we dat elkaar opmerkelijk dan genoeg vinden, is enerzijds individuele burgers zijn gelijk, of we het leuk vinden of niet, als je papier hebt, dan heb je papier. Je kunt het wel kwijtspelen als je de kloon uithangt. Maar collectief, en dat neem ik dan wel mee in dit gesprek, de native claim, dat is historische rechten, had je het genoemd of zo, dat daar wel een verschil in zit, dat de autochtonen een iets hogere aanspraak hebben op hoe de look and feel is van de samenleving. Nee, cru gezegd. Ik denk dat we daar niet zo verschillend zijn. Kijk, voor mij, als het gaat over... Dus ik denk dat ons groot verschil zit... U zegt over het respect van individuele rechten, maar de vraag is, je zegt tegelijkertijd, jullie gaan creatief omgaan met de wetten. En dat geloof ik ook. Want, dat is... Ja, er is een verschil tussen overtuigd zijn dat alle individuele burgers gelijk zijn en dat ervaren als een bittere pil dat je moet slikken. Dus er is een verschil tussen die twee. Het is een bittere pil die we moeten slikken. Ja. Bijvoorbeeld, concreet over islam en islamisering. We hebben hier vrijheid van godsdienst en die stellen wij niet in vraag. Maar wij vinden niet bijvoorbeeld dat de islam erkend moet zijn omdat dat subsidiëring met zich meebrengt. We vinden zelfs niet dat de islam per definitie altijd een religie is, een hoog ideologisch verhaal er ook aan, waarbij ze zeggen dat de samenleving vormgeven moet, een manier van leven. En dat kan soms wel problemen met zich meegeven. Dus moeten we wel enige creativiteit hebben? Ik wil niet de godsdienst van vrijheid aantasten. Er is een ideologie die voortvloeit uit islamitisch geloof, en dat is het islamisme. Mm-hmm. En dat is een ideologie. Maar er is een verschil. Ik weet dat veel mensen in uw partij geen verschil maken tussen islam en islamisme. Mm-hmm. Maar ik ben daar van een andere mening. Ik maak een groot verschil tussen islam en islamisme. Omdat ik dat ook, gezien dat ik van die achtergrond kom en toch... Ik ken de dynamiek een beetje in de moslimwereld enzovoort. En daar speelt dat ook. Hè. Je hebt ook conflicten waar dan mensen strijden tegen elkaar. Met gewapende strijd. Moslims aan beide kanten, maar ene groep is islamistisch en de andere is gewoon moslim. Die mensen die gelovig zijn en die praktiseren, maar die zijn anti-islamistisch en die strijden tegen elkaar. Moest de islam alleen een ideologie zijn, dan gaat dat nooit bijvoorbeeld bestaan, zo'n strijd. Maar dat is elke dag bezig in de moslimwereld. Socialisten en marxisten hebben ook elkaar het leven zuur gemaakt. Dus ideologieën kunnen ook wel conflict ontstaan. Maar je moet ook begrijpen dat het zeer moeilijk van ons perspectief is, dat de gematigde islam... Er bestaat geen radicale islam zonder gematigde islam, want ze beroepen zich allemaal op die Koran. En zolang dat die niet hervormd kan worden of herschreven kan worden, dan lijkt me dat altijd toch conflict. In de geschiedenis van de Arabische wereld en de islamitische wereld
halen die gematigden het nooit. Het eindigt altijd niet goed met de progressieve. Dat is niet waar, in tegendeel. Er zijn toch weinig stromingen binnen de islam die gematigd zijn? Dat is niet waar. De macht, de meeste moslimlanden, de macht is, door, is in de handen van de gematigden. En de bewijs is... Door militaire dictaturen vaak. Ja, natuurlijk. Omdat de multiculturele samenleving niet werkt. Maar wacht even. Ja, door dictaturen. En dat is natuurlijk de paradox daarin. Maar, of het paradox daarin. Maar, en de islamisten, die zijn in de bak. Dus het is niet zo waar dat het eindigt altijd slecht voor de gematigden. De gematigden hebben de macht en ze grijpen de macht en ze hebben het leger bij hun en die zijn echt een beetje stout. Is dat niet de contradictie van de multiculturele samenleving? Dat alleen een multiculturele samenleving kan werken als je een sterke staat hebt die als scheidsrechter werkt. Het concept van als je een gedeeld normen- en waardepatroon hebt... Maar die samenleving zijn geen multiculturele samenleving. Die zijn echt homogeen wat dat betreft. Het is echt een ideologische strijd. Het is echt tussen islamisme en gewone moslims die andere ideologie aan. Maar bijvoorbeeld Syrië, dat is een multiculturele samenleving, Syrië. Ja. Daar heb je dus een dictator die daar scheidsrechter moet spelen. Want onze analyse is, als je geen gedeeld normen- en waardepatroon hebt, dan heb je strenge regels nodig om scheidsrechter te spelen. Als je in een groep allemaal dezelfde normen en waarden deelt, dan is het evidentie zelf dat je een vrouw... Maar zijn die normen en waarden niet de sokkel, dat wat we noemen de liberale democratie eigenlijk, die basis van de maatschappij... Ik denk dat die normen en waarden bestaan. Nu, ik besef ook dat er meer dan dat is. Hè. Dus 15 jaar geleden, had ik echt een heel legalistische kijk naar burgerschap. En ik, in mijn debatten met Philippe de Winter bijvoorbeeld, ik heb altijd een heel nauwe legalistische kijk. Van, je bent burger, ik ben burger, we zijn gelijk. Als je dat betwist, dan ben je een racist. Dus dat was een beetje mijn lijn. Nu besef ik... Nee, er is meer aan de hand. Je kan niet zomaar die native claim of die culturele elementen, beschavingselementen, volledig buitenspel zetten en zeggen alleen maar een stuk papier of een grondwet bepaalt. Er is meer aan de hand en daar moet je ook ruimte voor creëren. Dus dat aanvaard ik wel. Alleen, wat ik wil zeggen, die normen en waarden om een maatschappij te doen functioneren, die zijn al, die bestaan al. Dat zijn juist die... Functioneel bedoel ik, hè? Vanuit niet cultureel of identitair, maar functioneel. Dat zijn gewoon de spelregels. Die zitten in de wet. Maar in die staan momenteel toch onder druk door een multiculturele samenleving. Maar ik ga wel... Die staan wel onder druk tussen... Ja, daar ben ik... Ja. En dat is de grootste uitdaging. Maar omdat je zei... Ik ben vroeger met debatten met Flip de Winter, was ik vooral enkel het burgerschap alleen. En dat leidt me eigenlijk naar ronde 2. En de ronde 2 is... Pak er een van mij en ik heb een vraag voor u. Oké, is goed. Ronde 2. Pak er een van mij. Tom heeft een vraag voor de gast. De vraag die ik heb voor u is eigenlijk... in mijn inleiding heb ik het al gezegd. Dus ja, ooit heb je gepleit dat Arabisch maar de vierde taal moest worden van België. Dat Belgen die de multiculturele samenleving niet leuk vinden, maar zelf moesten verhuizen. Misschien weten de luisteraars dat niet, maar ik denk misschien niet... Mijn politiek ontwaken toen ik 15, 16 was en bij het Frans Blok actief was, was toen dat jij de baarlijke duivel waart, de leider van het AL. Dat is mijn fout ook dat je actief bent. Ja. Zonder Abu Jaja geen Toon van Grieken. En over die rellen aan het Turijnse baan. Mijn vader was BOB'er en moest later zijn kleine zoon in doog houden op betogingen als rechtse rakker, maar moest ook AL in doog houden. En ere wie ere toekomt. Je hebt een boel daar niet opgestookt. Heeft ons vader altijd gezegd, ze is teruggekomen om de boel te kalmeren. De rol die Verhofstadt erin heeft gespeeld is een hele smerige. Maar dat is een heel lange inleiding voor mijn vraag aan u. Dus vroeger waart je wat een straatvechter, Arabisch vierde taal, als u niet aanstaat, Vlamingen, verhuis zelf. We zijn hier om te blijven. Maar vandaag de dag, als ik u bezig hoor op Twitter... Ja, dan zet je stevig politiek incorrect en tweet je soms zelfs rechtse tweets. Ik heb me zelfs er al betrapt dat ik u moet retweeten. Ik heb 3 tweets voor de mensen, de luisteraars, die misschien niet op Twitter zitten. 3 tweets van u opgepikt en een beetje samengevat. U zegt, ik ben voorstander van een hoofddoekenverbod op scholen, middelbare scholen. Ik wil mijn dochters beschermen tegen sociale druk in scholen met een overgrote moslimmeerderheid. Een andere tweet die ik geliked heb was dat je tweette, IS-bruiden of IS-weduwen zijn flauwe termen, het zijn gewoon IS-terroristen. En de derde tweet die ik heb uitgepikt, maar er zijn er zeer veel waar ik tegenwoordig mee eens ben, tot mijn grote verbazing, zijn mensen met mentale problemen gaan niet zomaar andere mensen op straat vermoorden. Het is een mix van mentale problemen, maar ook van islamitische brainwashing of islamistische brainwashing. Mm-hmm. Dan komt mijn vraag heel duidelijk. Hè. Mm. Is Diab Abu Jaja
een softie geworden? Zijn je gematigder geworden? Hebben sommige mensen van de allochtone gemeenschap al gezegd, die op Abu Jaja is eigenlijk gewoon een bounty geworden? Ja, kijk, het is hoe dat je het bekijkt en van welk perspectief dat je het bekijkt. Kijk, het zal echt verwonderlijk zijn moest je als 30-jarige en als 50-jarige, dus ik zal het anders zeggen, moest je als 50-jarige hetzelfde verhaal vertellen als toen je 30 was. Het zal een beetje zo, ik vind dat een beetje triestig, dat je niet een beetje verandert met de tijd. Op zijn minst qua stijl en qua communicatie, maar ook inhoudelijk. Nu, toen dat ik bij de AL, als leider van de AL eigenlijk fungeerde, ik was een activist om te beginnen. Ik vertrok vanuit een heel uitgesproken Arabisch-nationalistische lijn. En ik zag dat ook hier vertolkt moet worden naar de gemeenschap die hier aanwezig is, als een soort diaspora. Hmm. En zoals dat ik zei, ik vertrok vanuit een heel legalistische definitie. Van burgerschap en ik aanvaarde helemaal niet dat iemand mij kwam vertellen dat er hier een bepaalde geschiedenis zijn of bepaalde identiteiten, dat je daar absoluut rekening mee moet houden enzovoort. Ik zei altijd, de enige wat we rekening mee moeten houden zijn de wetten, punt, ander lijn. En nu ik en ben... Hoe zijn de klik gekomen dat er iets meer is dan alleen de wetten? Want de samen... Voor alle duidelijkheid, over de vierde landstal, dat heb ik nooit op die manier gezegd. Ik zeg altijd, dat is de fout van Joël de Keulaar. Maar er is heel veel fout aan Joël de Keulaar. Maar... Nee, goeie gast Joël, dat is een goede vriend van mij. Maar daar... Van ons niet, van nee, ons dat niet. Weet voilà. Ik, dat weet ik. Maar goed, maar bijvoorbeeld, provocatief stijl, dat past ook bij mijn leeftijd van toen en bij ook de reactiviteit. Er was een heel gespannen sfeer rondom ons. Je hebt verwezen naar Verhofstadt. Kijk, als je vindt je op een bepaald moment, als je echt geviseerd bent en je bent aan het boksen met iedereen, inclusief dus met jullie, met de establishment, met binnen de eigen gemeenschap, met allerlei organisaties, de softe, maar ook de extreme. Dus we hadden bijna niks anders behalve vijanden. Voor een deel lag dat misschien ook aan onze attitude, maar je bent toch in een reactief stramien en dan, dat is een pingpongspel van provocatie. Je wordt geprovoceerd, je provoceert terug, dus ik wil dat niet als excuus gebruiken, maar dat speelt absoluut een rol. Andere aspecten is gewoon de leeftijd natuurlijk en de functie. Ik was op dat moment een leider van een organisatie en ik moet dus dat doen. Ik moet mijn functie wel op een juiste manier, op een behoorlijke manier doen. En dat is dus mijn achterban vertegenwoordigen en mijn gemeenschap en achterban verdedigen. Dat was de stramien. Nu ben ik 50 jaar in plaats van 30 jaar. En nu ben ik niet meer gebonden aan een organisatie. Ik vertegenwoordig niemand. Ik spreek voor mijn eigen. Ik ben eerder iemand die observeert en analyseert en denkt. Mm-hmm. En ik spreek vrij. Ik heb vaak in het verleden bepaalde standpunten verdedigd waar ik ofwel half overtuigd van ben of soms zelfs helemaal niet overtuigd. Je gaat dat niet toegeven, niemand gaat dat toegeven, maar elke voorzitter van een partij of van een organisatie herkent zich daarin. Ik geef niks toe. Oké, voilà, dat weet ik. Maar ik weet dat je begrijpt wat ik bedoel. Iedereen die in die functie ooit van een voorzitter, van iets of een leider of een woordvoerder zelfs, herkent wat ik hier zeg. Dus je volgt de institutie en je hebt de druk van je achterban en van je bestuur en van je kameraden, van je militanten. En je bent altijd, als je spreekt, heb je die mensen, je spreekt naar hen toe. En je wilt punten scoren omdat je dan een soort, je hebt een stramien van een boksmatch. Je staat daar tegenover, als ik debatten had met Philippe de Winter, dat was niet zoals nu. Waarom? Omdat mijn fictie toen was leider van AL en hij was voorzitter van Vlaams Blok. En wij moesten een boksmatch spelen. Terwijl de functie bepaalt dus veel. En wat je zegt. En inhoudelijk is er ook een verandering natuurlijk. Zoals dat ik zei, de grootste verandering voor bij mij is... Kijk, de tijdsgeest is veranderd. Er zijn veel, de voorbije jaren zijn veel breuklijnen verschoven. En dan bevind je, je wordt op één dag wakker, bij spreken, en je bevindt je op een bepaalde breuklijn samen met mensen die al 20 jaar je politieke rivalen of zelfs vijanden soms... je bevindt je eigenlijk op dezelfde lijn met hun. En dan mensen met wie dat je 20 jaar altijd kameraden was, die staan aan de andere kant. En het is niet een verandering die gebeurd is op het hele spectrum van ideeën, maar rond een aantal punten. En vind je dat dan ambetant of vervelend dat soms Vlaams Belangers in u retweeten? Nee, ik vind dat juist interessant dat soms Vlaams Belangers mij retweeten, maar ook mensen van centrumpartijen, maar ook mensen van linkse partijen voor dezelfde tweet.
En dat is voor mij... Ik heb tweeten meegemaakt waarin mensen van Vlaams Belang hebben retweet en mensen van PvdA hebben retweet. En wat ertussen is. Maar is dat niet het... En weet je, dat is voor mij een indicatie van dat er nieuwe breuklijnen zijn en dat sommige van die partijen daar niet 100% bewust van zijn, dat die breuklijnen nu misschien belangrijker zijn geworden dan de oude breuklijnen. Ik ben er 200% mee akkoord. Ik heb in 2017 een boek uitgegeven, Toekomst in eigen handen. En dat was, je hebt de klassieke breuklijn in een kind dat religie tegen seculisten, stad versus platteland, arbeid versus kapitaal. Maar er is dan een nieuwe breuklijn die volgens mij bepalend is voor de toekomst. Het is een breuklijn globalisten versus identitaire nationalisten. Globalisten, dat is groen en VLD samen. Links heeft nood aan arbeidskracht, als we maar eerlijk zijn. ABVV, de socialisten, zien liever als allochtonen komen voor als stemmenpotentieel, meer als dat. Je moet alleen stemmen en vooral zwijgen, die nieuwkomers. En de kapitalisten zien graag goedkope arbeidskrachten komen die ze minder moeten betalen dan mensen die hier zijn geschoold. En dat zijn dus de globalisten, zij winnen bij open grenzen, bij de wereld is één groot dorp. En aan de andere kant krijg je wat ik noem identitaire, lokalisten of nationalisten, mensen die van tradities houden, die van hun omgeving houden. Dat is dus bijvoorbeeld de bomma die hier wijk ziet vervreemden, of een arbeider die voor het Genk fabriek sluit. Met zijn belastinggeld gaat er een open in Turkije. Maar ook, volgens mij, een generatie allochtonen die zegt, ja, hier ligt mijn toekomst, mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Ik wil er iets van maken en ik voel mij ook niet hier thuis. Mm-hmm. Ik denk dat waarom dat vaak allochtonen soms beter begrijpen. Ik heb heel veel debatten gedaan in allochtone scholen. Het concept identiteit, een identitair discours, men duwt dat altijd bij die globalisten, altijd in een vies hoekje, het concept identiteit, een samenhorigheidsgevoel op basis van normen en waarden, cultuur, geschiedenis en zo. En daarmee vind ik dat er wel vaak een klik is dat bijzonder interessant is. Maar dat is een heel lang verhaal. Om mij, uw vaststelling, ik vroeg aan u, vindt het niet ambetant dat Vlaams Belangers u retweeten of zo? Is dat niet gewoon het hele punt waarom ik de podcast ben begonnen? Ik ben ook dat zo hard beu, dat hokjes denken. Als iemand iets goed zegt, dan is dat goed. Ja. Van welke partij dan ook. Ik hoop dat we daar ooit van afgeraken. Het idee dat omdat het iemand het zegt waar je het niet mee eens bent, dat bij definitie wat die persoon ook zegt slecht is. Kijk, ik wil je één iets zeggen. Voor mij, die periode waar ik elke dag wakker werd om verontwaardigd te zijn tegenover politieke rivalen, omdat ik dat ook moest doen van mijn functie, omdat ik een activist ben en moet vooral voor een zaak gaan strijden, zijn voorbij. Ik voel me niet gemakkelijk verontwaardigd. Ik ben niet gemakkelijk verontwaardigd. Een mening doodt niet met open. Ja, als je beledigd bent, dan zijn je beledigd en dan nog. Dus voor mij, ik vertrek ook niet in mijn politiek denken nu vanuit een vijandsbeeld met niemand. Maar om over dat onderwerp van die breuklijn, globalisten, identitair, ik denk dat de breuklijn breder dan dat is. Het is wel, enerzijds heb je het globalisme, inderdaad, als een, heeft verschillende componenten natuurlijk, maar een van de gevaarlijkste component voor mij in het globalisme is het feit, niet alleen dat ze identiteit willen uithollen, ze willen identiteit uithollen voor een reden. En als ik zeg ze, ik bedoel niet zo dat ze een complot maken. Nee, samen. Er is helemaal geen groot complot. Het is een mechanisme die bezig is. Mensen die gewoon gezamenlijke belangen hebben en die elkaar erin vinden. Ze hebben geen vergadering belegd, maar toevallig komt dat goed. Voilà, het gaat over economische sectoren vaak die inderdaad meer gedijen in een globalistische kader en ze willen vooral ontsnappen aan de nazistaat en aan de controlemechanismen in de nazistaat. Dat zijn dus de checks and balances en het gerecht en de belastingen. En dat is heel actueel vandaag, als we praten over met de Pandora papers. Dus ze willen ontsnappen daaraan. En daarin kun je bepaalde, bijvoorbeeld, verdragen plaatsen, zoals CETA, TTIP, die wilden gewoon. Omdat dat creëert een juridisch kader boven de staat. En tot nader orde, ik als democraat, voor mij de staat is waar dat democratie zich afspeelt, waar dat soevereiniteit van het volk zich afspeelt. Je kan de staat niet zomaar naar de vuilnis zonder een alternatief, een zo'n democratisch alternatief. Het wordt beangstigend, hè. Ook wij maken de analyse, de nazistaat is hetgeen wat het meest democratisch legitiem is. Alles wat supranationaal is, daar hebben alleen maar mensen baat bij die multinationals zijn of globalisten. En die het opmerkelijke gaat zijn dat door de... Maar meneer Van Rieke, dat is een linkse analyse dat hij hier maakt. Nee, dat is een nationalistische analyse, want wij zijn nationalisten en de nazistaat ligt nu al dicht bij wat nationalisten. Ja, maar er zijn andere nationalisten, ook in dit land, die meegaan met de globalistische ideologie.
Dus, dat zijn geen nationalisten, dat zijn liberalen. Oh, ik weet het niet. Ah, er zijn ook liberalen die niet meegaan daarmee. Hè? Ja, maar nationalisme, dat weet u, dat is geen ideologie. Hè? Kijk, dat alle partijen zijn zoekend. Ik denk niet dat ene partij ergens zegt van, we gaan hier de globalistische belangen verdelen. Ik denk dat binnen elke partij heb je een aantal figuren die inderdaad vooral het belang van grote bedrijven en multinationals vertegenwoordigen. Maar ik denk, iedereen is een beetje zenuwachtig aan het worden van die nieuwe trend. Discussie rond bijvoorbeeld wokeness en al die zaken hebben ook te maken met globalisering. De wereld is fundamenteel ook veranderd. Hè. Ik heb het niet meegemaakt, maar vroeger, voor ik geboren ben, voor 1989, had je twee blokken. Het Vrije Westen en het communisme, dat was het. Maar dan heb je een bipolaire wereld en de samenleving verandert, de samenstelling van onze samenleving verandert. Allee, er zijn heel wat uitdagingen op ons wachten en dat brengt ons naadloos, want anders praten we veel te lang, naar de derde ronde. Wie gaat de rekening betalen? Wat is de uitdaging voor de volgende generaties? En mijn gast is baas, dus ook dat mocht jij bepalen. Over waar je denkt dat de grootste uitdaging is. Maar voor we dat doen, ga ik wel even bijschenken. Ik heb gezien dat uw whisky en mijn whisky op is. En de luisteraars thuis hebben er niks aan. Dan zijn ze zelf ook uw whisky pakken. Vul ik nog even snel bij. Ronde 3. Wie gaat de rekening betalen? Wat denk je dat de grootste uitdaging is voor de toekomst? Ja, ik denk dat we zijn daarover aan het spreken. Het is echt, hoe gaan we die globalisering beheren? En hoe gaan we dan democratie kunnen behouden op niveau van de natiestaat? En hoe gaan wij zorgen dat er een werkbare maatschappij, dat een harmonieuze maatschappij, of een minimum van harmonie in de maatschappij, behouden wordt, terwijl dat je twee krachten hebt die een beetje de nazistaat en de democratie aan het ondermijnen zijn. De globalisering van boven en diversificatie van beneden, van onder. En ik denk dat... Diversificatie, dat is toch een eufemisme voor de massamigratie? Massamigratie, maar niet... Ja, de massamigratie, kijk, het is iets dat in het verleden is gebeurd. Want je hebt nu een volgende migratie. Je hebt ook een realiteit die komt juist door organisch ontstaan van families enzovoort. Dus het is niet... Je krijgt dus een concept van enerzijds... een elite die zegt, ja, nazistaat, identiteit, dat is flauwekul. Ik beslis wel zelf wat mijn identiteit is. En ze lijken allemaal op elkaar op hun stoelen bakfiets, in hun barista bui met hetzelfde dingetje. Zien er allemaal hetzelfde uit, of nu Londen, Parijs of Berlijn is. En anderzijds heb je mensen die met hun voet in de realiteit staan. Wie ben ik nog in een globaliseerde wereld? En die hebben handvaten nodig. De hele discussie over Zwarte Pieten bijvoorbeeld. Maar de elites, meneer Van Grieken, zijn ook verdeeld daarin. Je hebt ook, en dat is ook een belangrijke nuance hierin, hè. Je hebt twee elites. Je hebt, daarom dat ik altijd elites met een S zeg. Je hebt de globalistische elites. En die behoren tot sectoren die, voor wie de globalisering interessant is, zoals financiële sectoren. Big Tech ook. Big Tech, Facebook, Twitter. Inderdaad. En dan heb je eigenlijk protectionistische elites. Die behoren tot sectoren die niet gediend zijn met de globalisering. En die hebben ook veel geld. En ik denk, als je kijkt naar de Brexit, dan zie je ook dat die strijd tussen die twee elites wordt gewonnen door de protectionistische elites. Ze hebben dus de Brexit geforceerd met een anti-globalistische lijn. Maar ik sta dan wel, als je dan toch zou zeggen, toch aan die kant van die mensen die nazi's straat willen, wat hun belang dan ook is. Want ik geloof dat, als je naar de geschiedenis van Europa kijkt, wat zijn de zwarte bladzijden van de geschiedenis van Europa? Wanneer men Europa wilt verenigen onder dwang, Napoleon, Adolf Hitler en de Europese Unie. Wat zijn de gloriedagen van Europa? Kun je toch niet vergelijken, Europese Unie, met Napoleon en Hitler? Omdat er geen democratisch proces is om bevoegdheden over te dragen. Of ze nu met wapens... Er is een manke democratisch proces. Er is geen democratisch proces. Ieder referendum is verloren. Ik ga een punt afmaken, want uiteraard provoceren we ook graag een beetje. Wanneer zijn er de gloriedagen van Europa? Wanneer onderlinge concurrenties. In concurrentie, links beschouwt dat heel vaak als iets vies, iets slechts. Ze maken ruzie of ze maken elkaar... Nee, concurrentie is goed. Je wilt trots zijn op je naam. Je hebt een opdracht van je ouders en grootouders meegekregen en je wilt excelleren. Wanneer er een technologische race is. Dus ik zal die logica verdraaien. Ja. Kijk, ik ben een cold lover van de Europese Unie. Hè. Ik ben geen euroscepticus, maar ik begrijp de kritiek en ik denk dat het veel beter kan. Inderdaad, er is een groot democratisch deficit in Europa. Dat is een feit. Maar ik denk, juist als het gaat over oorlog en conflict. Als we kijken naar... Je hebt Napoleon en Hitler benoemd. In Verhofstadt. dat is echt provocatief. Maar goed, dus die twee zijn juist het resultaat van een verdeeld Europa.
van een Europa waar dat helemaal geen mechanismen waren van overleg en van vereniging. Dat gaat toch niet? En terwijl dat de Europese Unie heeft toch gezorgd dat op zijn minst tot nu toe de oorlogsgevaar, interne oorlogsgevaar in Europa, weg is gegaan. Dat is niet waar. Als er geen oorlog is in Europa, heeft dat twee redenen. Dat heet de NAVO, omdat wij geen militaire macht meer hebben en eigenlijk onze militaire macht aan het handje van Amerika lopen is. En twee, omdat er een economische samenwerking is. En het Vlaams Belang gaat mee tot het verdrag van Maastricht. Je moet economische barrières wegnemen. Dat je handel kunt drijven. Wanneer je handel drijft, heb je financiële belangen. En dan gaan we niet op elkaars gezicht slagen of elkaar doodschieten. Maar het tweede aspect, dat heb je in het begin genoemd, is natuurlijk de NAVO. Hoe Europa wel een economische macht is. Een soft power, maar geen hard power. Daar kijk ik van weren, hè, bij wijze van spreken. Alleen dat wij als diplomatie, wij worden overal in de wereld belachelijk gemaakt. Als je zoveel economische macht hebt, moet je daar ook iets tegenover kunnen zeggen als Europa. Omdat Europa probeert... Europa, de EU, niet Europa, speelt boven haar gewicht. Hè. Als het gaat over de wereld... Waarom? Want de EU is geen federale staat, is zelfs geen confederatie. En handelt als zijnde een unie. Het is geen unie, het is eigenlijk een soort samenwerkingsverband. Okay? Een verdrag met een aantal vertegenwoordigers. En, dus je hebt twee wegen. Ofwel gaat Europa of de EU dat erkennen en zeggen van kijk, wij moeten toch realistisch zijn als het gaat over buitenlands beleid enzovoort. Ofwel moet je werk maken van verdere Europese integratie. Maar ik persoonlijk, als iemand die niet anti-EU is, maar toch kritisch is, als je verder Europese integratie moet hebben, dan moet je iets doen met dat democratische deficit. Ik denk, en dan moet ik deze ronde ook weer afronden, dat je eigenlijk gelijk hebt, de Europese Unie staat voor een tweesprong. Het model Verhofstadt, dat je naar de Verenigde Staten van Europa gaat, een supranationaal niveau waar een democratische legitimiteit meer is, waar een parlement een soort Europese regering controleert, maar dat is een ideologische overweging. En dat is ook utopisch, want er is geen... Tot nader orde is geen afgebakende Europese identiteit. En daar ben ik ook geen voorstander van, want basis voor een democratie is dat je dezelfde taal eigenlijk spreekt, dat je elkaar in debat kunt treden, want zonder debat geen democratie. En het andere aspect is terugkeren naar de... Zwitserland. Ja, d'accord. Maar dan is er een referendum mogelijk. En telkens een referendum was over de Europese Unie. Was geen succes voor de Europese Unie. Er is ook geen geschiedenis van conflict, denk ik, in Zwitserland. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Dus ja. Anyway, maar bon, laten we zeggen dat de breuklijn waar we voor staan, dat wel iets is waar dat er nog vele debatten gevoerd gaan worden. En eigenlijk, dus alle steek van politiek komt telkens datzelfde debat. Ik wil iets toevoegen. Dat is een belangrijk breuklijn, maar daarin is er een belangrijker. Want die ideeën voor de toekomst en zo, dat is, als het gaat over de EU is heel interessant, maar nog interessanter is, gaan wij onze maatschappij kunnen behouden als zijnde een liberaal democratie? En ik bedoel niet liberaal, politiek partijliberaal, maar vanuit filosofisch... burgerlijke vrijheden binnen... Dus die waarden van de verlichting, zullen wij die nog kunnen behouden? En kunnen wij dat op een vreedzame manier blijven beheren? Er zijn een aantal gevaren. En hier wil ik jou ook een beetje provoceren misschien. Ik vind, er zijn drie gevaren. Je hebt een gevaar die komt vanuit het islamisme, een ideologie. We zijn nog niet aan het provoceren. Nee, daarmee ga ik je zeker niet provoceren. Maar niet vanuit de islam, maar vanuit een ideologie die voortvloeit vanuit de islam, het islamisme. En daar moeten we inderdaad zien hoe dat we daarmee omgaan. Je hebt een tweede gevaar, die komt vanuit illiberaal links, regressief links, dat zijn wat men noemt wokes. En die willen de vrijheid van meningsuiting kapot maken, ze willen eigenlijk een soort autoritaire, morele dictatuur gaan. De dictatuur van de slachtoffer. Ja, en dat kan inderdaad dat democratisch bestellen, dat vrijheid van meningsuiting volledig eigenlijk onderuit halen, maar dan op een hele, op een manier dat je niet kunt meteen detecteren. Maar je hebt ook, en dat is het derde gevaar in Europa, wat extreem recht. Ik wil niet zeggen jullie, maar tot nader orde is er een grote vraag. Voor mij, ik sta open. Kijk, ik zeg, we moeten praten met het Vlaams Belang. Oké? En de vraag is, we moeten sowieso praten. Ook als de conclusie is, die zijn extreem rechts. Mijn vraag is, zijn jullie extreem rechts? Nee. Of zijn jullie radicaal rechts, populistisch rechts, noem maar op, je hebt meerdere... En de vraag is, dat is mijn vraag. Nu, ik zal eerlijk met jou zijn, ik denk dat jullie en route zijn als partij, dat is mijn gevoel, hè, van een extreem rechtse positie tot misschien een radicale rechtse positie. Maar zijn jullie al daar? Dat is
Ik denk niet dat we na een gesprek van 40 minuten gaan dat kunnen bepalen. Dat is ook, ik wil ook geen scheidsrechter. Ik ken nog altijd wel of het schaapsvacht zijn, natuurlijk. Ik heb geleerd, ik ga niemand oordelen op intenties. Dus voor mij, ik oordeel op wat u zegt. Zeer belangrijk. Voilà, dus want voor mij, intenties, ik kan niet inkijken, ik kan ook niet... Maar ik wil op uw vraag antwoorden. Ja. Ik denk maar wat u vandaag zei voor mij, is een vraagteken. Dus oké, individuele rechten zeg je te willen respecteren omdat u niet anders kan... Oké, dat is beter dan we gaan die mensen terugsturen naar hun land en we don't care. Over zij dat criminele feiten plegen. Ja, maar daar spreken we niet over. We spreken over... Maar op uw vraag te antwoorden of wij een extreemrechtse partij zijn, ik ben van overtuigd dat mijn partij, die nu al meer dan 40 jaar oud is, nog nooit een extreemrechtse partij is geweest. Dat mijn definitie van extreemrechts is dat je pleit voor geweld, wat mijn partij nooit heeft gedaan... En dat je de rechtsstaat in vraag stelt. En dat doen wij ook niet. We hebben misschien wel kritiek op sommige rechtelijke uitspraken, maar wij stellen het instituut niet in vraag van de scheiding der machten. Dus het ondemocratische, maar het is niet dat iets eerder is als jij 30 was. Vandaag de dag hoort je dat niet meer bij jongeren of zo. Het Vlaams Belang is een ondemocratische partij. Want wij stellen democratie niet in vraag. Wij verdedigen democratie. Mm. Wij houden ons aan de spelregels. Dus de term extreem rechts, ik voel mij er niet voor aangesproken. Mm. Een term radicaal rechts, dat is nu helemaal... bevuild door radicaliserende moslims. Maar het concept radicaal heeft... Want dat zijn extremistische moslims. Het concept radicaal is niks mis mee. Jij wordt op je 30 ook radicaal. Mm. Radicaal is het... Ik heb nog altijd radicale idee. Ja. Radicaal center. Ik ben zo radicaal centrist. Maar radicalisme vanuit een filosofisch perspectief is het consequent doordenken van je ideologie en daar... En ook fundamentele oplossingen. Dat ook. En voorbij de steek van politiek. Dus ik denk niet dat mijn partij ooit een extreemrechtse partij is geweest, maar ik vind radicalisme, ik vind dat geen geschild wordt. Ik begrijp dat je dat zegt vanuit die definitie dat je heeft, natuurlijk. Het is een kwestie van definitie. Als je zegt, extremisme is niet oproepen tot geweld. Oké, ik ga ook niet gaan analyseren of jullie leiders van vroeger wel hebben opgeroepen of niet. Maar goed, ik neem je woord daarvoor. Maar voor mij, dat is niet een voldoende definitie van extremisme. Voor mij, extremisme gaat ook over het viseren van groepen mensen op basis van kenmerken die van hun een groep maken. En dat is voor mij een patroon dat ik ook soms nog altijd kan herkennen in jullie communicatie. Maar... Minder dan vroeger, dat geef ik wel toe. Het is anders ook. Er is een andere lijn. Dus daarom dat ik zeg, het is een partij die en marche is misschien richting... En marche? Nee. Absoluut niet en marche. Richting iets anders. Maar, maar jullie doen dat nog altijd. Maar er is niks mis mee. Want ik geloof wel... Op basis van kenmerken dat mensen, mensen eigenlijk... Bijvoorbeeld, ik heb er geen probleem mee. Het gekke is dat... De lijn die ik heb uitgestippeld is als partijvoorzitter twee regels. Was één, we zijn een radicale partij, maar geen marginale partij, hoe dat we ons uitdrukken. En twee, we bekampen een politiek systeem, een groep, een politiek systeem, maar nooit het individu. Dus de mo die hier staat met zijn valiesje, op zich zoekt die persoon gewoon een beter leven. Ik kan die als individu dan niet kwalijk nemen, maar ik kan wel het systeem het kwalijk nemen dat een open grenzenbeleid doet. Twee, ik doe niet mee met de redenering die je net hebt opgebouwd. Ik geloof wel dat je, als je analyses wilt maken, moet je collectieve analyses maken en dan verdwijnt de nuance. Mm-hmm. Mijn partij en ik zelf ben harde voorstander voor het van ethnic profiling. Als je bijvoorbeeld aan btw-fraude wilt werken, dan moet je niet gaan zoeken naar de Turnhoutse baan. Want daar zal het btw-fraude best meevallen. Dan gaat dan kijken in de villa-wijken in Noorden van Antwerpen. Maar wil ik op zoek naar drugsdealers, de mokromafia, dan kunnen we misschien wel natuurlijk... Voor mij, etnisch profiling, dat is niet wat mij stoort, een etnisch profiling, dat je een bepaalde profiel hebt voor een bepaalde concrete feit of concrete dynamiek en je gaat zoeken in een milieu waar dat wel aanwezig is. Etnisch profiling wordt een probleem wanneer het een soort vorm van pesterij is. Dat bestaat weinig. Veel minder dan toen dat wij actief waren. Amerika is ingevoerd. Maar meneer Van Rieke, 20 jaar geleden, toen dat wij zaten te roepen en te tieren, was het wel veel, veel erger dan nu. Ik geef nu gerust toe. Veel mensen zeggen van, maar je bent precies, je neemt de kant van de politie nu meer dan de kant van... Ik zeg, omdat ik zie dat dat terecht is. Maar er is een evolutie en we kunnen zeggen van, die problemen bestaan bijna niet meer in Vlaanderen vandaag. Maar als er excess is, moet dat aangepakt worden. Maar ik wil over een ander aspect. We hebben die definitie van extremisme, gaan we het niet over één lijn krijgen, maar we agree aan dat. Maar er is een ander aspect, en dat is dus...
Ik persoonlijk, dat is wat mij het meeste zorgen baart. Ja, dat is die eerste zelf, die eerste, het viseren van categorieën, mensen enzovoort. Het debat moet open zijn. Ik ga niemand censureren. Je hebt altijd de uitzondering op de regel, dus soms vind ik dat je mag generaliseren. Ja. Generaliseren, je kan stereotyperen, maar je kan niet een groep op basis van hun kenmerken gaan problematiseren. Maar dat is een intellectueel debat. Maar religieus soms wel, hè. Dat is iets waar mij vaak stoort, waar het debat vaak misloopt. Je mocht heel hard kritiek hebben op de katholieke kerk in de paus, maar geen enkele katholiek had dat als een persoonlijke aanval beschouwen. Want het is een aanval op de ideologie. Je mag bijvoorbeeld het Vlaamse socialisme iets achterlijk vinden. Ik kan dat persoonlijk... Ik ben het met jou eens. Daar ga ik jou verrassen. Maar je kan kritiek hebben op de islam als religie. Blij dat u dat vindt, maar als wij dat doen... Iedere moslim beschouwt zich dat wel bijna als een persoonlijke... Niet iedere moslim, maar veel moslims. Maar daar ligt het probleem bij de moslims. Ja, dat vind ik ook. Maar ik vind, je kan kritiek op een religie uiten zoals dat je wilt. Maar dat is nooit een persoonlijke aanval. Maar daarom dat ik zei, viseren van categorieën mensen en niet geloven of wat dan ook. Vaak praten over de moslims als zijnde ene categorie die eigenlijk dezelfde kenmerken heeft en bepaalde gedrag vertoont samen, als geheel. En dat is een beeld dat niet klopt met de werkelijkheid. Voor het dan toch een beetje af te ronden, en we moeten naar een tournée generale gaan, wat de laatste ronde is. Als ik zou zeggen, de islam heeft een probleem met de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, zeg je, oké, als ik zou zeggen, moslims hebben een probleem met de gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, dan zeg je, dat is een probleem. Niet oké, ja. Inderdaad. Okay. Dus val de islam aan. Dus ik zeg wat... Dat is een nuanceverschil. Ik zeg het tegenovergestelde van wat islamisten zeggen. Islamisten zeggen, val moslims aan, maar val nooit de islam. Ik zeg, islam, dat is een religie, hè? Dat is een idee. Dat aan. Maar mensen veralgemenen, want kijk, ik ben een cultuurmoslim, niet gelovig waarschijnlijk, maar ik ken mensen in mijn familie zijn gelovig, maar ze denken anders over relatievrouwen dan islamisten of extremisten. Dus dat is de nuance. Maar het tweede punt waar ik wou heel maar snel over gaan... Natuurlijk is dat een semantische discussie, want iedere moslim hangt de islam aan. Het is een huis van het concept, veel... Het concept van toogpraat is dat het een gesprek is. Ja. Ik wil dat meenemen. Misschien iets dat we eens moeten bespreken, of dat ik zelf eens moet over nadenken. Mijn kritiek op de islam blijft staan als een huis. Ik vind niet dat die past in Europa. Ik heb ook veel kritiek. Ik heb zoveel kritiek op de islam dat ik dat religie heb verlaten. Waarom noem ik mezelf cultuurmoslim? Maar ik weet dat de islam heeft dezelfde potentie als elke andere religie om onderdrukking te zijn, maar ook om bevrijdend te zijn. Dit is hoe dat je dat interpreteert. Maar ik weet dat er een probleem is bij de interpretatie van de islam. Bij de mainstream islam is er een groter probleem dan bij het mainstream christendom tegenwoordig, of jodendom. Waarom? Omdat Christus natuurlijk een slavengodsdienst was, die geen geweld heeft gepleegd. Dat is niet daarom. Omdat historisch, Christendom heeft die proces doorgemaakt dat de islam nog moet doormaken, maar dat is de reformatie enzovoort. Maar dat is niet waar, omdat het Nieuwe Testament het vier testamenten zijn die interpretatie is. En de Koran, het letterlijk woord van alles. Maar als je bepaalde katholieke fundamentalisten hoort, dan is het de letterlijke woord van God gedragen door de Heilige Geest. Maar het letterlijk woord van God staat alleen maar in het Oude Testament, niet in het Nieuwe Testament. Ja, maar dat is een interpretatie. Hier maak je een interpretatie. En sommige moslims maken ook zo'n interpretatie van de Koran. Er zijn bekende figuren in de islam die hebben gezegd, die tekst is heilig, maar van zodra dat een mens dat leest of uitspreekt, is het niet meer heilig, want dan is het menselijk. Dat is al gezegd in de zesde eeuw. Dus door Ali ibn Abu Talib. Dus dat... Wat we doen, is de volgende keer met een apart podcast over theologie. Goed, want anders haken de mensen af voor de eerste podcast. Ja. We eindigen altijd deze podcast van Toogpraat met een tournée generaal. En dan mag ik de gast doen door aan de bel een keer te trekken. En dan heb ik enkele stellingen voor u. Voilà. Tournée generaal. We gaan even laten uitdoven. Ja. Dus tournée generaal. Ik heb 8 stellingen gevonden voor u. Okay. En gelieve ze te beantwoorden. Hier gaan we. Klaar? Klaar. Vlaams Belang of Sharia voor Belgium? Vlaams Belang, zonder denken. Ben je een hondenmens of een kattenmens? Kattenmens. Een kattenmens. Heb je een moeilijk. Kat? Heb je huisdieren? Kijk, ik heb geen kat, maar ik ben van plan om een kat te halen. Ik had een kat. En weet je vrouw al dat je kat gaat meebrengen thuis? Ja, mijn vrouw is voor katten. Maar eigenlijk, ik ben een hondenmens ook, maar high maintenance. Te veel werk aan honden. Goed. Burkini of bikini? Als het gaat over mijn eigen smaak, is het bikini. Maar iedereen moet weten wat ze moeten dragen. Hè. Dus, Libanon of Vlaanderen? Ik ga niet flauw doen, Libanon. Emotioneel, weliswaar. Ja, okay.
Voor of tegen een hoofddoekenverbod op middelbare scholen? Voor een... Maar alleen voor minderjarigen. Maar oké, je kan dat trekken op middelbare school en zeggen van anders is dat niet werkbaar. Sociaal druk, zoals gezegd. Ja, ja, maar vanaf dat iemand een volwassen is, ik geloof in zelfbeschikkingsrecht. Okay. Dat is eentje die ik zelf niet graag zou krijgen, is op de barricade of op de bank bij je familie en je vier dochters? Op mijn leeftijd op de bank bij mijn familie en mijn vier dochters. Blank, op mijn leeftijd, ja. Vroeger was dat anders. De voorlaatste, blank of wit? Blank, omdat blanke mensen zeggen, wij noemen ons blank, dan neem ik daar gewoon akte van. Een blad papier is wit en onze huidskleur is blank. Dat is voor mij is dat synoniem, dat is inwisselbaar. Alleen een volk kiest, of een bepaalde groep kiest hoe dat je hen noemt. Ja. Je gaat uit respect, je gaat niet zeggen van, ik ga je naam voor u veranderen. Als u zegt, noem me niet meer blank, noem me wit, want dat beledigt mij blank, dan ga ik ook daar akte van nemen. Ja. Op individuele basis, collectief gezien, kun je niet zorgen dat je het nooit beledigt. Ja, ja. En dan last but not least, Zwarte Piet of Roetveegpiet? Roetveegpiet. We zijn hier beginnen voer voor een derde podcast aan het houden. We komen hier tegen over Zwarte Piet, naast over islamisering. Ik wil in eerste instantie bedanken voor uw gast te zijn. Dat is niks, op, dat is graag gedaan. Op deze allereerste podcast van Toogpraat. En de luisteraars bedenk ik ook om de podcast uit te horen. Gelieve nu te abonneren op ons kanaal. En heb je opmerkingen of suggesties zodat deze podcast nog beter kan, dan hoor ik dat heel graag in de comments of u kan ons gewoon ook mailen. Hartelijk dank om te luisteren. Dit is Toogpraat met Tom van Grieken. Een unieke politiek incorrecte podcast. Geen taboes, geen woke-onzin. Gewoon een gesprek. Opgelet, sommige meningen kunnen kwetsen en dat is niet ons probleem.